Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beste broeders en zusters, welkom bij Stichting Najiba. We hebben dringend jullie hulp weer nodig. Ik was op punt om tawaf te doen, maar ik ben gebeld. In verband met een kleine kindje wat overleden is, rahimullah. Een week geleden al overleden. De ouders hebben geen geld om het kindje te begraven. Dus hebben gevraagd of wij hun kunnen helpen. Bij deze wil ik een oproepje doen, beste broeders en zusters, om het kindje zo snel mogelijk te begraven. Aanstaande vrijdag, inshallah. De kosten zijn €1600. Ik heb van de vorige donaties heb ik nog geld over, €600. Dus we hebben nog €1000 nodig. Dus wie omwille van Allah subhanahu wa ta'ala wil doneren, graag, ook al is het maar €1, beste broeders en zusters. En zoals altijd zeg ik wat de profeet sallallahu alaihi wasallam ook heeft gezegd: wie de moeilijkheden van een broeder of zuster in dunya verhelpt, Allah subhanahu wa ta'ala zal zijn moeilijkheden verhelpen op de dag des oordeels. Dus laten we elkaar helpen, beste broeders en zusters, omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En om deze ouders hun pijn te verlichten. Het enige wat wij hoeven te doen is alleen om een donatie te doen, zodat we hun kindje kunnen begraven, rahimullah. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om de ouders geduld en kracht te geven. En daarnaast vraag ik Allah subhanahu wa ta'ala om iedereen die doneert omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, om het van hem of van haar te accepteren en het laten zwaar wegen op zijn weegschaal yawm al-qiyamah. Allahumma ameen. Mubarak alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.